Meneer Buitendijk, mijn naam is Huig Plug uit Katwijk aan Zee. En ik heb begrepen dat u de coördinator van de inlichtingendiensten bent. En ik ben door de NCTV in de gevangenis geplaatst, door een melding. En ik heb documenten opgevraagd bij u en uw dienst, maar die zijn er niet, zeggen ze. Kan ik een keer een gesprek met u krijgen? Wat zegt u? Wat zegt u? Oh ja, maar zou ik een keer een gesprek met u kunnen krijgen? Dag, meneer Buitendijk. Fijne dag. Dit is de belangrijkste ambtenaar van Nederland, Gert-Jan Buitendijk. Hij is de coördinator van de NCTV, de MIVD en de AIVD. En door de NCTV ben ik in de gevangenis beland. Gert-Jan Buitendijk. Ik val hem niet lastig. Ik wil alleen dat de waarheid naar buiten komt. Ik ben gecriminaliseerd als klokkenluider. En er is gecoördineerd aangifte tegen mij gedaan, valse aangiftes, door de hoogste toezichthouder van justitie. En in die torens, daar zitten de mensen die mij hebben gecriminaliseerd. Maar hier werken ze ook. Best wel bijzonder, toch? En ik mag hier komen, want ik wil mensen confronteren met hun... met de ambtsmisdrijven die zijn gepleegd. En dit is een foto van Gert-Jan Buitendijk op de roltrap met Hugo de Jonge en premier Rutte. En ja, die twee deden in november 2021 aangifte tegen mij, waardoor ik in de gevangenis van Almelo belandde. Maar alles werd in gang gezet door een anonieme medewerker van de NCTV. Ja, en Gert-Jan, de secretaris-generaal van Rutte... Gert-Jan is de coördinator van de inlichting- en veiligheidsdiensten. Van alles. Dus er ging een melding van de NCTV naar het hoofd beveiliging van Mark Rutte. En dat is Jan Ketting, die mij ook kent. En Jan Ketting mocht vervolgens van Rutte aangifte tegen mij doen. En Richard Adé, die deed namens Hugo de Jonge aangifte tegen mij. Maar ja, de coördinatie, alles zit in één gebouw, in algemene zaken. Best wel opmerkelijk, toch? Ik vind van wel. En dit is uit mijn strafdossier Apeldoorn, zegt Jan Ketting. Ik ben de beveiligingsautoriteit van het ministerie van Algemene Zaken en door de heer Rutte gemachtigd tot het doen van aangifte van bedreiging en opruiing. Ik overhandig u hierbij de machtiging ten behoeve van de aangifte. En dan zegt hij... Ja, ik ben door een... Jan Ketting zegt, ik ben door een medewerker van het MV... van JNV en J... Justitie en Veiligheid is het, JNV... afdeling NCTV... in kennis gesteld van de bedreiging... jegens de heer Rutte. Nou, en... dat was een plaatje. Ik ben door een plaatje ben ik in een cel beland. Heb ik een strafblad gekregen. En... dat is wel apart. Ja, Pieter wordt ook genoemd. Maar alle ministeries die geven door, overal waar wij hebben gestaan, negatief afwijkende zaken veroorzaakt door Plug en Parlevliet worden door alle ministeries te alle tijden gemeld bij de politie. Ja, en Rutte die voelde zich bedreigd. Het is gecoördineerd allemaal door algemene zaken en door de NCTV. En Gert-Jan Buitendijk, die ik vandaag heb gezien en gesproken, die weet er alles van. En ik wil nog steeds alle documenten hebben. Ook in verband met mijn hoge beroep in Apeldoorn, maar ook voor Coldenhove. Want de buddy van Mark Rutte, Henk Corvinus, de inspecteur-generaal, die deed aangifte tegen mij in Coldenhove. En Coldenhove, dat startte op 19 april 2021. En één dag later gaf ik mijn klokkenluidersbrief aan Rutte. Niet vergeten.